Hoeveel kost het onderhoud van een kerk? Nou ja, dat ligt er maar aan. Wij hebben hier in de Jordaan, de Noorderkerk, die kost qua onderhoud best veel geld. Het gebouw op zich kost zo rond de 2 ton per jaar als het echt gaat om het onderhoud. Dus dan ook op de lange termijn en zo. Een heel gereken is dat, daar heb ik niet zo heel veel verstand van. Begrotingen die begrijp ik ook niet zo goed, dat zeg ik eerlijk. Maar in ieder geval, het kost heel wat. Gelukkig komt er nog steeds vanuit de overheid de nodige subsidie voor. En daarnaast natuurlijk, ik ben predikant samen met een collega. Nou, we hebben een organist, vaste organist, we hebben een beheerder. Alles bij elkaar, het gebouw, het personeel, alles wat er moet gebeuren, dat kost ongeveer een 4 à 5 ton per jaar. Dus dat is nogal wat. En het is een gemeente die dat met elkaar moet opbrengen. Maar ja, gelukkig is het zo dat het tot op heden gewoon goed lukt. Dus daar zijn we heel gelukkig mee.